Yo, kijkers en welkom bij een wat andere video dan normaal. Ik kom weer eens voor de camera, ik kom weer eens in beeld. Lang geleden, vorige keer werd ik een beetje, zou ik zeggen, uitgescholden, is overdreven. Maar mensen waren niet zo blij mij te zien, om maar zo te noemen. En dat was nog maar een klein webcammetje. Nou ben ik volledig in beeld en ga ik een unboxing doen van een headset. Turtle Beach P12. Van wat ik zie komt het gespiegeld in beeld te staan. Dat zie ik op mijn scherm, dus dat schiet niet veel op. PlayStation 4 headset. Ook geschikt voor de PS Vita, mobiel, misschien ook PC. I don't know, het staat zo gewoon niet op de doos, maar whatever. Ik heb voor de PlayStation 4 vooral gehaald als ik in parties ga met mensen. Dan kan ik tenminste een keertje praten, want ik heb voorheen nooit een headset gehad, dus ik ging nooit parties in. Ik gamede wel eens met anderen, maar ik praatte nooit mee. Dus vandaar, ik vond tijd voor een headset. En ik ga hem unboxen bij de Mediamarkt gehaald. Niet zozeer reclame, de Mediamarkt zit gewoon dicht bij mijn school. En ik was vroeg uit en ik ging er langs en ik kocht deze. €60. Ik weet niet of dat duur is voor deze of dat je hem ergens goedkoper kan krijgen of niet. Maakt mij niet uit. Ik had er geen zin om online te bestellen. Ik had zoiets van, ik kan net zo goed makkelijk na school gewoon langs de winkel. En dan ga ik hem openmaken. Er zitten alleen maar die stomme touwtjes aan. Die ga ik er maar even afsnijden. En dan nog de doos zelf openen. Dat is één touwtje minder. Kleuren we gewoon even op bed. En dan snijden we hier een andere. Huppakee. Dat is nog een touwtje minder. En dit is raar, jongens. Ik ben nooit zo volledig in beeld geweest. Puur, ik weet niet, ik had, zag die reacties de vorige keer op een facecam. Dat zoiets van, laat me zitten. Niet dat ik me schaam voor wie ik ben ofzo, maar als mensen het niet willen, ik had zoiets van, doe ik het ook niet. En toch lees ik de laatste tijd ook weer reacties dat het wel kan. Voor als je denkt, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik snij hier wat plastic dingetjes eventjes gewoon kapot. Dat is alleen maar makkelijker openmaken. Zo, oh dat ging niet. Zo. En dan hier. Kom op. Ik was eigenlijk hem gewoon kapot gesneden daar, dus dat kan wel. Alleen nog plakt het als de tering. Halleluja. Oh, wacht. Kijk, dan gaan we die doos maar gewoon beschadigen, ietsjes. Er zit nog iets vast, zo. Dat is één sluiting los. En deze moet wat makkelijker gaan. Deze zit zo te zien al aardig vrij. Ja, die gaat het makkelijker. Hoppa, dat is twee sluitingen los. Voor degenen die zich afvragen waar de FIFA-video's blijven of de algemene gaming, kan ik er ook wat bij zeggen voor degenen die dit checken. Ik weet niet hoeveel dit gaan kijken. FIFA komt morgen weer op zondag. Ik moet dat nog opnemen. Ik zou zo dadelijk de stemmen checken van mijn vorige straw poll voor de teams. Ik vermoed dat Arsenal wint. Die stond gisteravond nog bovenaan. Maar goed. Dat is nou niet belangrijk. Dat is plastic. Nou, hier is de bad boy. De headset zelf. Oh, het zit hier ook nog eens even zo heerlijk vast. Huppakee. Ik weet niet wie dit wil zien. Het zit gewoon een beetje een bescherm. Kartonnen hoesje. We pleuren alles maar gewoon weg. Ik zat te twijfelen tussen deze en de Triton Kama of zo. Eten de andere die ik zag liggen. Die was een stuk goedkoper. Maar wat ik zag, dan zit die microfoon als het ware. Ik weet niet of dit in beeld komt. Het zit altijd gewoon zo. Die kan je niet naar boven doen zoals bij deze. Dus toen heb ik die links laten liggen. En ben ik voor deze gegaan. Dan maar iets meer voor een betere headset, vind ik zelf. De microfoon kunnen we even vrijmaken. Ik moet zeggen, het ziet er redelijk goed uit. Nou, hier hebben we... Waar is dit allemaal voor? Huh. Oh, ik vermoed dat dit dan... Dat je hem ook zo op PC kan zetten, denk ik. Dat als je dit... Dit is een Bass Boost. Staat erop. Maar ik geloof als je dit... Ik pak de controller ook bij. Even loskoppelen. Wat ik heb gezien op internet. Internet is mijn antwoord op alles. Als je dit kabeltje. Ik laat hem fatsoenlijk zien, denk ik. Gewoon
hierin je controller plugt. Ja, dat is onduidelijk te zien, dus laat dat maar zetten. Maar als je dat in ieder geval in je controller plugt, ik sluit hem gewoon even aan. Zo dus. Mijn PlayStation geeft al direct dat aan dat hij aangesloten is. Zo werkt hij dus in principe al. Gewoon aansluiten op controller, super chill. Ik hoop dat dat in beeld kwam. Ik heb daar niet gekeken, maar jullie begrijpen vast wel wat ik bedoel. PlayStation gamers begrijpen wat ik bedoel, want die kennen hun controller net zo goed als ik de mijne ken. Laten we dit eens even loskoppelen. Oh, dat zit gewoon... Dat vind ik wel zo irritant. Dit altijd er vast zit van de klutterband. Maar goed, niks aan te doen. Laten we dit plastic ook eens verwijderen. Huh? Oh, ik schuur het kapot. Netjes. Oh, dit is een hele irritante. Oh, dit is heel dom gedaan van mezelf. Dat fix ik buiten de opname zo. In ieder geval, dit is een soort van geluidskaart, denk ik dat moet zijn. Bassboost, je kan dus je bas instellen, je gewone geluid, je microfoon. Ja, ik vermoed dat deze dan ook wel PC werkt. Ik ga hem straks gewoon via USB met dit ding op mijn PC aansluiten. En dan test ik de microfoon hiervan en dan hebben jullie een indruk daarvan. In plaats van deze Samsung Meteor Studio microfoon. Die ik ook een keer ga vervangen, want volgens mij begint hij een beetje te verminderen. Ik heb hem nou ook best lang, die microfoon, dus ik kan niet klagen. Nou, heerlijk als dit altijd zo mooi zit. Hoppakee. Zo, daar zijn we weer. Ik denk dat ik een microfoon ga testen voor jullie, mochten jullie zelf interesse hebben. De reden dat ik dit doe, dit is een gaming headset. En aangezien mijn kanaal eigenlijk toch wel voor een goede 90% gebaseerd is op gaming, had ik zoiets van, ik neem dit ook op. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is nog niet een einde. Ik stop even deze opname. Ik sluit deze headset aan op mijn laptop. En dan neem ik de microfoon hiervan op. Krijgen jullie een idee hoe die klinkt? Als er interesse naar is. En of je hem dan misschien ook zelf hebt. Wat er nog meer bij komt is een handleiding. Die ik dus niet heb gelezen. En ik heb hem gewoon net aangesloten. Whatever. Lees ik toch nooit. Wie leest dat wel? Ondertussen blur ik dit allemaal weg. Ik ga hem even aansluiten op mijn laptop. Kunnen jullie de microfoon zo horen? Dus ik check jullie zo weer. Zo, daar ben ik weer. Helaas geen microfoontest. Dus jullie horen mij niet praten door deze microfoon hier. Want ik zal even zeggen waarom. Op de laptop die ik gebruik, heb ik hem aangesloten via het USB dingetje. Dit hier. En officieel zou hij het moeten doen. Lampjes blauw. Maar hij doet het gewoon... Ja, niet. Het geluid krijg ik wel. Ik heb muziek geluisterd. En het geluid is chill. Ook gewoon hoe je bas iets harder kan zetten. En het geluid is gewoon top. Niks op aan te merken. Maar via USB werkt de microfoon niet voor mij. Niet op de PlayStation, niet op de laptop. Ik heb namelijk ook op de PlayStation even getest. En naar dat gedoe gaan waar je je microfoon kan instellen. En dat je jezelf kan horen. Via USB werkt die microfoon niet ofzo. Ik weet niet of het aan mij ligt of aan dit ding. Misschien dat een paar van jullie hem hebben en desnoods dat ze kunnen reageren. Maar via USB werkt die microfoon niet voor mij. Als ik gewoon zo aansluit in de controller, doet de microfoon het wel. Alleen heb ik die extra geluidssettings dus niet. Dus ik zal even voor de duidelijkheid. Zo werkt de microfoon van mij wel. Dan kan ik zo en dan werkt die. Ga ik via mijn USB. Oftewel via dit dingetje. En ik sluit hem aan op mijn PlayStation. En ik praat. Ik kan praten wat ik wil. Geluid kan ik weer gewoon prima krijgen. Maar dan doet de microfoon het niet van mij. Dus ik kan jullie geen microfoontest geven. Sorry. Als je dat graag wou zien. Maar ja, zoals ik al zei, ik weet niet of het aan mij ligt of aan dit ding. Maar voor de rest, ik heb niks te klagen. Ze zitten fijn. Die kappen gaan helemaal over je oren heen. Dus dat is chill. Dat vond ik belangrijk. Want eerst pak ik de Triton Kama ofzo. En die zijn nu €20 bij de Mediamarkt. En dan heb je... En dit zit altijd voor je. Dat kan je niet omhoog doen.
En die oorkappen die drukken letterlijk tegen je oren aan. Dus die zitten niet prettig. Dus dan vind ik dit alsnog wat chiller. Alleen ja, dat is jammer van het USB dingetje dat niet werkt. Het geluid wel. En het geluid is echt fijn, vind ik. Het geluid is echt fijn en ze zitten fijn, vind ik. Maar dat kan per persoon verschillen. Maar ja, geen microfoontest. Ik hoop nog dat dit een beetje informatief was voor jullie. De microfoon via de controller, dat is oké. Het is niet de beste ooit. Maar goed, ik gebruik het toch niet voor opnames, gewoon voor chat. En het was ook niet super slecht of zo. Het had heel iets van een soort van kraakje, geloof ik, dat het had. Dat weet ik niet heel zeker meer. Maar het was niet super slecht. En voor gewoon chatten met andere online games of via PlayStation is het goed te doen. Dus en ja, het geluid is gewoon ook prima. Maar ja, jammer dus van het USB dingetje. Heel vaak gezegd. En nogmaals, laat het achter in de reacties. Als je deze hebt en werkt het voor jou wel met USB en doet de microfoon, niet het geluid werkt en het geluid is top. Laat het dan weten als het voor jou wel gewoon allemaal tip-top werkt via de USB. Misschien doe ik iets fout. Misschien moet je het iets, iets harder aandrukken. Dat kan soms zijn, ja gast, als ik dit ding nog harder aandruk, dan ga ik het dwars doorheen waarschijnlijk. Niet dat dat kan, dan moet je wel heel... Maar jullie snappen mijn punt. Meer heb ik niet echt te zeggen deze video. Ook hoop dat ik goed in beeld was. Goed, ik hoop dat het een beetje informatief was. Ik denk... Ja, kan ik zeggen dat het geld waard is. Het is niet zozeer een miskoop. Het is gewoon een beetje een teleurstelling. Dat het niet via de USB allemaal tip-top werkt. Mocht ik erachter komen dat het bij anderen wel werkt, allemaal via USB. Ik heb 2 jaar garantie, dus dan kan ik zelf nog wat terug. Maar goed, ik bedank jullie wel voor het kijken. En morgen weer FIFA, misschien 2. Misschien dus de start van de nieuwe. Moet ik even kijken wie er gewonnen hebben. De stemmen zo. Arsenal geloof ik, die staat ver voor. Op de nummer 2 en dat is Liverpool. Maar misschien is er een onverwachte comeback gekomen. Maar goed, daar kom ik vanzelf achter. Ik had het wel even nodig. Gisteren was er geen video vrijdag. Ik had donderdag de hele dag aan mijn school gewerkt. Omdat ik een achterstandje had opgelopen. Daar heb ik nou weer helemaal teruggewerkt. En daar ben ik blij mee. Gelukkig begrijpen jullie het waarom ik iets minder ga uploaden. Ik ga wel proberen minimaal per dag 1 video. Minimaal per dag een FIFA. Want dat wordt toch wel het meest bekeken. En dat, daar zit dus wel automatisch dan iets meer motivatie voor om op te nemen. Volgens mij ben ik amper in beeld. Een beetje... fuck it, ik ga er niet aan zitten klooien. Ik ga dus in ieder geval wel dagelijks een video proberen. Het kan zijn dat er soms niks komt, maar... Ja, hou er dan rekening mee. Dan komt dat gewoon door school of zo. Want de opdrachten, ik krijg niet zozeer veel opdrachten, maar ze zijn wel ontzettend groot tot nu toe. Dus dat kost tijd. Dat kost heel veel tijd. Omdat jullie het begrijpen, zeg ik wel bedankt voor jullie support. Wat heb ik geklikt daar? Helemaal niks. Ik raakte mijn muizen. Maar bedankt voor jullie support. Bedankt voor het kijken. Morgen dus weer gaming. Morgen weer FIFA. En misschien 2. Of misschien FIFA en WWE. Moet ik even kijken. Ik check jullie dus morgen weer. Laters.